Goeie begon. You see the dogs in your front yard? Ha! Huh. Just now upstairs we're going hard. 3, 2, 1. Ja, ja. Ik ben een toetie, jij bent mijn fruitie. Samen zijn we toetie fruitie. Jullie zijn los. De beurs zijn het opgemaakt, ik ben het opgemaakt. Ik ben ook opgemaakt, zien jullie dat mijn makeover? Zoeken naar de grond, word ik dan jouw bee. La da di, la da da, la da di, la da da, la da di. Ik wil net dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is best wel goed. Hey jongens en welkom dat jullie kijken naar een nieuwe Turkije vlog. Ik ben hier met Daf en we zijn lekker aan het eten. Wow, ga je dit allemaal eten? Ja. Dus je hebt een pasta, dit, granola. Wauw. Echt hè? Ik ben benieuwd waar je dat allemaal gaat laten. Ik heb yoghurt en pasta. Ja. Deze ziet er wel lekker uit. Het is dat champignon met kaas. Mag ik die? Oh, mag ik hem even bewaren? Davio, wat is vrijheid volgens jou? Vrijheid is als je langs het water kan lopen. Nee, fout. Volgens Erika is vrijheid waarin je op je fiets zit en lekker wind door je haren hebt. Dat is pas echte vrijheid. Dat is pas echte vrijheid. Ja. Wauw, dat is gek. Ja, weet je wat ik ook gek vind? Ze heeft een kort pittig kapsel. Dus hoe voelt zij nou de vrijheid door de haar? Die bewegen misschien niet eens op de fiets. Wij gaan lekker eten, Jetso. Jetso. We zien jullie zo. We zien jullie zo. Jetso. Jetso. Voor het eerst heb ik lekkerdere eten dan Davio besteld. Nou. Dan weet ik niet. Proef maar. Dat is niet oké. Okay. Nee, eerst die van jou moet je proeven. Oh. En nu die van mij. Wow, jammer. Ja, hè? Gelijk. Dit is wel handig, man. In Turkije heb je zeg maar overal bij elk restaurant zo'n knop. Kan je op de taxiknop drukken en binnen 5 minuten is de taxi er dan. Nou, we zijn nu bij de kapper met de boys. Wat ga jij met je haar doen dan? Ik ga wel haar wel. Kale kop. Kale kop? Ja man. Daf ook. Dat is bijna klaar. Ja, Davio vindt dat dit de beste kapper is. Maar die is geweest. Vorige keer waren we hier ook. Ja, het ziet er wel goed uit. Nou, in plaats dat hun op mij wachten, moet ik gewoon op hun wachten. Kan toch niet. Het is avond. We zijn nu bij Magic Smile. Bidas, de tanden worden nu getrokken. Hij krijgt zijn tijdelijke tanden in voor betere kwaliteit. Dus ja, zodra hij naar beneden komt, dan ga ik zijn tanden filmen. Ik ben heel erg benieuwd hoe zijn nieuwe tijdelijke tanden eruit zien. Nou, zijn tijdelijke tanden zitten erin. Je hebt net een paar tanden getrokken. Ja, ja. Hij heeft nu, welke kleur heeft hij nu? Ja, dit zijn de tijdelijke tanden. Zeg maar, eerst had hij al tijdelijke tanden, maar dit is wel beter materiaal. Ja. Ik brok het niet af. Maar hij gaat natuurlijk nog bitter zetten uiteindelijk. Ja. Ja. Dit. Deze kant. Dit is even wit, toch? Kijk hoor jongens. Je ziet het niet heel goed omdat het licht. Hij gaat dus één tandje lichter. Niet zo wit. Wat is dat voor gebak? Honger man. Eerste keer dat Bilo zo stil gaat zijn vandaag. Ik heb echt honger, dus we gaan straks even eten. Jetzig. 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 Nou, we gaan nu bij Royal Castle eten. Echt? Nou, behalve Bilo. Wel, Bilo kan ook wel eten. Hallo. Hij is aanstellen, hij kan niet. Hij is aanstellen, jongens. Nee, hij heeft 6 tanden. Hoeveel tanden getrokken? 3. 6 wortelkanaalbehandelingen, dus ja, ik begrijp het wel. We zijn gewoon een plaag voor Jellis. Jullie zijn heel erg tegen hem. Nee, heel. Ja, ze pesten hem, want zij hebben het al achter de rug. En hij weet totaal niet wat hij moet krijgen. Dus dan gaan ze hem constant bang maken. Ja, dat is toch leuk? Nee, dat is niet leuk. Nou, Jellis is dus mijn Turkse Anem. Ik zeg goed toch? Anem. Ja, Anijim. Anijim. En hoe zeg je dochter dan in het Turkse? Kızım. Kızım.
canım kızım. Çok güzel kızım. Çok güzel kızım. Nou, weet je al wat je gaat nemen? Nee, nog niet. Wat is dit? Of nee, ik denk het wel. Ik ga een teriyaki kipsalade nemen. Ja, en dan neem je 4 happen en dan ben je weer klaar. Zo. Ga je dat allemaal opeten, Jellis? Heel langzaam en voor een deel. Vind awesome, iedereen? Ah, vind awesome. Lan. Nee, niks lan. Oh. Dit keer kijken we beleefd. Maar lan is niet echt onbeschoftig. Het is van goh, joh. Een bro of zo. Nee, bro is meer van Kardesh, maar. Kardesh. Niet echt, ook niet echt beleefd, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus, vind awesome. Lan. Spilo kan niet slikken. Gaat deze hele mond voor laten staan? Nee, hij gaat het straks proberen nog een keer. Oh. Oh, fucking man. Nou schat, wij zijn echt vreedzakken. We gaan een toetje bestellen. Wanneer krijg je die andere ring? 2 years later. Niet vanaf het moment dat we uit de kliniek zijn gekomen. Ja toch? Ja toch? Ja toch? Van de cheesecake eten, je weet zelf. Ja toch? Oh jongens, vandaag worden geen diet shakes van mijn bicep hoor. Dit is die cheat day. Oh. Nou, we gaan nu naar Land of Legends met de taxi. Alleen Davio en Bilo zijn fucking laat. Ik weet niet waar ze zijn. Dus ik ga lekker alvast naar binnen. Jettig. Jettig, jettig, jettig. Ja, toch. Ja, oh, Land of Legends is een half uur rijden. Dat jij er nergens voor nodig. Oh. Oké, met jou maar staan ze een movie. Bloedzief. Swag up. Voor wie hebben we dingen op Tesla? Ik heb een best in het trap house. Nou, we hebben net dus deze TikTok gemaakt en iedereen die langs liep dacht echt, what the fuck zijn jullie aan het doen? Hij is trouwens ook echt mislukt. Ik snap echt niet hoe mensen zeg maar, die video maken, dat je zeg maar niet ziet dat je loopt. Maar ja, morgen ga ik terug naar Land of Legends met Jellis, want dan kan ze mooie foto's maken. Want deze twee hebben geen zin om mooie foto's voor mij te maken, helaas. Nou, Land of Legends was super mooi, alleen we kwamen echt... rond sluitingstijd en alles was dicht. Dus we gaan ja, nu weer naar het hotel, denk ik. De stad is ook gesloten, dus morgen weer. Nou, vandaag was weer een productieve dag. We gaan nu niks meer doen. Het is ook al iets van 11 uur. Dus ik ga nu douchen, make-up eraf halen. En dan ga ik morgen weer verder vloggen. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei! Jetzo! Goedemorgen. Nou jongens, ik ben net wakker. Nog steeds verkouden, maar ik voel me wel elke dag een stuk beter. Ik heb hier echt een zielig kuifje. Ik had toch iets op mijn hoofd? Je weet toch als je iets op je hoofd zet en daarna in slaap valt en dan wakker wordt zonder dat ding op je hoofd? Ja. Omkleden. Daarna gaan we lekker ontbijten hier om de hoek, want ja... Het ontbijt van dit hotel krijg ik elke keer buikpijn. Dan moet ik echt keihard naar de wc rennen elke keer als ik hier ontbijt. Dus ja, we gaan nu weer bij de Kessel eten waar we gisteren hebben avond gegeten en ontbeten. Soms dan leg ik dingen uit in mijn vlog en dan denk ik, boeit jullie dit überhaupt wel? Ja, oké, nou, ik ga dus nu even douchen. Ik zie er niet uit, dat heb ik echt al 3 keer gezegd. Dus ik ga nu, oké, doe jet. Oh, jet toch.
Nou, ik ben klaar met mijn make-up en ik ga nu naar de lobby, naar de jongen. You see the dogs in your front yard? Ha! Huh. Just now upstairs, we're going hard. Bing bong. What do you want to tell Joe Biden right now? What's up, baby? Take me out to dinner. Hey, yo! Gaan we weer naar Magic Smile? Alweer. Laat even je duidelijke tand zien, want gisteren was je helemaal brak. Ja, ja, ze gaat de goede kant op. Ja. De goede kant op. Dus we gaan nu even terug. Ik moet nog één wortelkanaalbehandelingetje doen. De bedoeling was dat we de gisteren 6 zouden doen. Maar de laatste was heel lastig voor hun om het te zien. Dus helaas moet ik nu weer terug voor één wortelkanaalbehandeling. Maar dat proces er wel bijna op. Ja, dan komen morgen je tanden binnen, jongen. En dan morgen komen we met tanden. Terug. Ja, dat is wel fucked up. Maar ja, we gaan het proces gewoon doen. Ja, je hebt geen keuze, hè. Je hebt stompjes. Als je A hebt gezegd, moet je ook B zeggen. Ja, precies. Als je A doet, moet je ook B doen. Ja. Jan. Ja, ze zijn er alweer, hè? Ja, ja. Als ik zeg au, zegt hij ook au. Krak! Spuit erin. Au. En Bilal. Yo. Ze luisteren hier gewoon naar K3, man. Ze gaan gewoon in mond spuiten. K3 liedjes. Broer, je tanden zijn weer terug. Maar jongens, Bilal's tanden die zijn al hier binnen. Ja, deze zijn wel heel mooi, hoor. Oh, die zijn echt strak. Kijk het verschil. I want to dance. Je bent het heel gevoelig voelt. Wat je nu gaat voelen is wind op je tand. Dat kan een beetje gevoelig aanvoelen, maar als jij echt last ervan hebt, moet je het aangeven, krijg je een spuitje. Zo, alle tijdelijke tanden zijn eruit. Nee, nog één. Dit was dus Bilal's oude gebit. Ze hebben er dit voor gemaakt. Je ziet ook een implantaat rechts onder. Ja, daar is het. Yes. Nou, ze hebben dus een gipsafdruk gemaakt van Bilal's eigen tanden, zijn stompjes. Ze zijn nu de tanden erop aan het passen. Oh, ze zijn wel echt heel mooi, hoor. Een hele nieuwe Bilal dit. 3, 2, 1. Ja, ja. En weet je wat? Wauw! Is die flitsy? Is die flitsy? Laptop. Oh, ja. Pizza. Wow. Heel mooi. Oei, wat vind je van de vorm en zo? Ik vind hem eigenlijk wel oké. Ja, toch? Ja. Nou, Bilal is nog 2 uurtjes bezig met zijn wortelkanaalbehandeling. Dus wij gaan ondertussen even. En weet je wat? Deze heeft haast. Maar weet je wat? Ik moet me wel afvraag. Hij heeft dus gisteren 5 wortelkanaalbehandelingen gedaan binnen een uur. Of binnen 1,5 uur. En hij is nu 2 uur bezig voor eentje. Ja. Ik denk die was wat moeilijker of zo. Zijn tanden zijn er al in ieder geval. Ja, het zou kunnen. Er moet aanpassing worden gedaan, dus ik denk vandaag of morgen heeft hij zijn tanden. En nu wil ik mijn tanden ook weer aanpassen. Oh, waarom dan? Omdat ik vind dat mijn tanden terecht zijn, omdat ik het heb laten aanpassen. Omdat ik het eerste model niet goed vond, wat de kliniek had geadviseerd. Ik wou hem toch aanpassen en nu heb ik het een beetje, ja, niet opgevuld. Maar ik vind het een beetje terecht. Maar denk je dan niet van oké, we zijn nu in Turkije, laat me nu gelijk fixen? Nee, ik ga het volgende keer doen, nu is het al te laat. Nee. Want dit proces duurt ook weer een week, hè? Ik denk dat ze hier wel wat sneller zijn. Nee, man, ik ga over 2-3 maanden ga ik weer terug en dan laat ik het doen. Zo, dat is goed gevulde tafel, hè? Oh ja, ja. Ik ben net gegeten, we zitten nu in de taxi, we gaan naar Magic Smile. Waarschijnlijk is Bilal nu al klaar met zijn laatste wortelkanaalbehandeling. En dan gaan we gezellig met hem samen naar de stad. Zijn tanden die waren nog niet helemaal goed, want de ondertanden waren nog iets te lang, waardoor hij niet kon bijten op zijn kiezen. Dus de tanden, de officiële tanden, heeft hij nog niet in zijn mond helaas. Dus ik denk dat dat morgen gaat gebeuren. En ja, dan gaan we daar lekker naar de stad. Ja. En jij bent echt super lekker vandaag. Wat een hattie. Jij toch? Tutti frutti. Welke matchen toch?
Ja, onze tanden met jou met elkaar. Ik ben een toetie, jij bent mijn fruity. Samen zijn we toetie fruity. Oh. Die op een notie. Niet zo racistisch? Dat mag niet, hè? Ja. Ja. Het gaat goed, het gaat super goed, alhamdulillah. Jullie zijn jaloers. Maar het gaat goed met haar. Ja. Goed met Fona. Ja. Dit is mijn man. Ja. Hij koopt alleen maar dure dingen voor mij. Van welk merk is dit, schatje? Gucci. Ja. Ja, Gucci. Ja. Nee. Nou, Bilo trekt zo een kaartje uit zijn zak. Om 16:50 worden je nieuwe tanden bezorgd. Jullie zien, maar jullie gaan dat zien. Ja. Als jullie niet willen, wegdrukken. Jongens, kijk dat bloedkussen van Bilo. Ja, alles zit onder het bloed. Ik ben wakker en mijn hele bek gewoon bloed, bloed, bloed. Wanneer hij zegt vanavond gaan we lekker spacen. Wat dit, gekke tank. Nou, er wordt weer parfum verkocht aan Davio, hetzelfde liedje in het buitenland. Jullie zijn los. Hey, Daf. Zo. Staat goed? Ja. Ja, een beetje. Ik heb jongens, kijk, jullie mogen het van mij weten. Ik heb een paar Calvin Klein onderbroek hier gehad. Omdat het kan. Ik doe dat gewoon lekker. XL. Ja, dat grote ding moet. Grote voorgeven. Weet je op wat je zo lijkt? Tamam. Op een padvinder. Tamam, tamam. Is goed, hè, zo. Zwart goed? Ja. Zeker. Die zwarte en groene. Ja, voor een mirror. Ja, mirror. Ja. Ja, because Holland is so expensive, Turkey is cheap. Ja. Ja. Because it's 1 euro, 15 lira. Ja. Very cold. Very cold. Den Haag. Ondan Amsterdam. Ja toch mensen, en natuurlijk gaan we niet met lege handen naar huis. Ik krijg nog een leuke doodje erbij. Ik weet niet wat erin zit, maar ik ga het straks even uitpakken. Ik ben enorm blij. Je moet het nog een keer uitleggen. Get your back, I forgot it. It's no joke. Magic smell. Nou jongens, dit is de before and after. Zit die heel druk? Wauw, kunnen jullie het geloven? Lekkere tacos. Oh yes, thank you. Jelle is aan de soep. En Bilo mag nog niks eten, helaas. Nou, Jelle heeft even een taart besteld. Jezus. Die taart is bijna 3 meter hoog. Net zo hoog als mijn kijk. Wow. Jeetje. Wee yo, jongens, ik ben echt kapot van vandaag. Deze outfit is trouwens van Shein. Voor de mensen die het willen weten. Ik ben ook echt kapot. Ik ben kapot. Oh, en onze kamer is weer opgeruimd en lekker fris. Had ik dat maar thuis, hè? Als we dan binnenkomen, dat het hele huis was opgeruimd. Dat heeft Davinio wel, want ik ruim namelijk altijd op. Nou, helaas was de spa gesloten. Dus heb ik gedoucht, bruik gewassen. En ik ga nu slapen. Wat? Slapen? Wat? Ik ga nu slapen. Oh. Ik ga slapen, want ik ben aan het gapen. Ik ben aan het gapen, dus ik moet nu gaan slapen. En ik weet dat ik je ga raken. Oh. Nee, oké. Ja, ik ga slapen. Daf en Bilo zijn beneden shisha aan het doen. Ik ben buiten gesloten. Dus ik zie jullie morgen weer. Nou, een niet zo goede morgen. Er is een lekkage bij ons in de kamer. En hier lagen allemaal kleren, sokken, onderbroeken. En die zijn nu helemaal doorweekt. We gaan zomaar aan de kamer. Ja, en we gaan klagen voor een nieuwe kamer. Ja. Hé, hey, patroon. Hé, patroon. Dat is ik. Katje. Ja, dus wij gaan nu klagen. En we gaan natuurlijk de zomerrijkosten natuurlijk. Hé, hey, dat ruikt. Wie betaalt de schade? Hotel. Mijn outfit klopt ook echt niet, omdat nu alles nat is. Nu draag ik Davio's kleren. Ja, ik ga gewoon zeggen van nou, everything is wet. Dit is wel chill van Turkije. Je hebt hier zeg maar een knop, zodat de taxi gelijk komt.
Dus hoef je niet zelf te bellen. Kijk, en ik zweer het zo jongens. Het duurt niet langer dan 5 minuten voordat de taxi er is. Zo, was die pannenkoek van jou? Volgens mij niet, hè? Ja. Hey jongens, we zijn net bij de spa geweest. Alleen er liepen overal naakte mannen en vrouwen. En Daf was bij de mannen en ik was bij de vrouwen. Oh, dus zat je stiekem naar de piemeltjes te kijken? Nee, jij zat bij de piemels, toch? Nee, ik heb geen piemeltje gezien, hoor. Oh, nou bij mij in ieder geval. Bij mij waren er allemaal naakte vrouwen, dus daar mocht ik niet filmen. Maar omaatjes. Je wou liever daar zijn, hè? Nee, wou ik niet van. Ik wou alleen liever door een vrouw worden gemasseerd dan door een man met een biggie papa bij. Waarom zou je liever door een vrouw worden gemasseerd? Omdat het voelt niet fijn als een man me aanraakt. Oh, ja. Nou heb je lekker pech. Zou jij het fijn vinden als een man je, als een andere man je zo masseert? Ja, dat zou ik echt heerlijk vinden. Ja? Ja. Oké, nog spannend. Je krijgt klappen thuis. Kijk Jelles, dit nee, moet Jelles Wow. We zijn dus net opgemaakt en we zijn net opgemaakt. Ik ben net opgemaakt. Ik ben ook opgemaakt. Vinden jullie dat mijn makeover? We gaan nu Jelles halen van naar een ander hotel, want er was net een lekkage en al mijn kleren zijn nat geworden. Dus we gaan nu even kijken naar een ander hotel. Ik vond het echt zielig. Hij was in de spa, jongens, was er een kat. Het was een hele oude kat en die was helemaal smerig en helemaal dotty en daar kan ik echt heel slecht tegen. Hij bewoog ook bijna niet. Nee, ik vond het echt zo zielig, man. Ik wil mijn goal is echt later om een bedrijf op te starten om katten en honden in andere landen gewoon te helpen. Maar ja, hoe ga je hun? Of gewoon overal in de wereld moet je dan een huis hebben of zo en iemand hebben, een vrijwilliger die dan in het huis wil wonen. Ja, diegene dan betalen daarvoor. Ja, daar is de big boss. Ewa, merhaba. Merhaba. Kijk hier, de eindbaas, de Turkse eindbaas. De wat baas? De Turkse eindbaas. Lampion lad. Laat me even mijn maffiakleren aandoen. Lampion lad. Je lijkt op zo'n vrouw. En je weet toch undercover? Ja, daar hebben ze toch zo'n Turkse vrouw die al die deals sluit. Ja. Jelles lijkt ook op zo'n vrouw. Echt? Dat als zij in de kamer loopt, dat alle mannen stil zijn en zeggen: oké, okay, Jelles, moeten we diegene afslachten of niet? En zegt Jelles: ja, doe maar, ik vind hem niet meer zo leuk. Galle. Nieuwe hotel. Het hotel is 4-5 maanden oud en het ziet er echt heel dik uit hier. Wauw. Dit is wel mooi. Wauw. Weer boek wat meer steepjes bij het pad. Hoe kijk je koelkast alleen al hier? Ja. Ah, die blast! Ja, maar ja, het mag ook wel naar een hele zakje. Nou jongens, dit hotel is echt absurd mooi. We gaan vandaag hier niet slapen, omdat ja, we gaan liever een hele dag. Want anders betaal je voor een halve dag. Het is nu 5 uur. Dus dan gaan we morgen om 12 uur gaan we hierheen. Heel de dag eten. Afgevallen, komen die kilootjes zo weer bij hoor. Die vliegen hier zo erbij. Zo, eet smakelijk. Afgevallen. Afgevallen. Ik begin te begrijpen hoor jongens. Mag gewoon wokpasta eten. Hey, ik ga niet proberen, maar het is ook een soort uitvinding. Hey, we zijn net omgekleed en we gaan nu naar de wc. Nee, grapje. We gaan naar de stomerij, omdat er was een lekkage. Dus we gaan onze kleren even brengen naar de stomerij. En dan gaan we even kleren shoppen in de stad. Hier is geen QR-code. Niks gaat om 5 uur dicht. Het is nu 9 uur of zo. 10 uur gaat alles dicht. 10 uur gaat alles dicht. Het is alsnog vroeg hoor. Wow, sexy ass. Laatste dag in dit hotel. Een kleine dankjewel kan je niet van nog uit.
De winkels zijn hier tot middernacht open. Daar kan Nederland wel wat van leren. En we hebben onze kleren naar de stomerij gebracht. Ja, 1 euro. Minder dan 1 euro per stuk om te wassen en te stomen. Ja, we hadden misschien 17, 18 stuks. Ja. Gestoomd alles. En Bilal moest zijn jas moest gaan maken, hoor. Dat kost 2 euro. Ja. Is dat zo'n gat dit? Ja. Oh. En die abis kennen hier geen 5 uur. 5 uur, we werken gewoon door hier. Ze ja, kennen geen 5 uur avondklok. Hier is gewoon strijden. Gewoon doorgassen tot 12, 1 uur. Nou, alles is hier wel echt heel goedkoop. Ik ben op zoek naar een outfit, want vanavond gaan we uit. Maar ik heb geen outfit. En letterlijk alles is nat geworden door de... Ja. Oh, hij heeft ons al gevonden, hoor. Wow. Ja, Bilo, doe je mee? Wat, hij heeft me gevonden. Tuurlijk. Wie, jij bent niet mee dan? Ja, jij bent niet mee dan. Thank you.